gaan iets spannends doen vandaag, Tom. Op bezoek bij Jeroen in Amstelveen. Ik doe elke dag iets spannends. Oké, okay, dat is ook zo. Maar? Maar vandaag zijn we met de mobiele media site set hier om twee docenten op te nemen. Ja, ik zie het. Een weblecture over afstuderen. De methodiek van afstuderen. Het worden in totaal 4 lessen. Een overzicht. En nog 3 deelonderwerpen. Volgens mij gaat het over de vraagstelling. En hoe je het onderzoek uitvoert. En die twee dames die nemen het op. Tenminste, ik neem die twee dames op. Ja. Met deze apparatuur. Ja, want wat heb je bij je? Je hebt een camera bij je? Ik heb een camera bij me. Die is aangesloten op de media site. Dat is dit apparaat? Dat is dit apparaat. En je ziet daar een... op de snoertjes. Nou, het beeld wordt dus via de camera, via het snoertje, het apparaat, de media site ingevoerd. En daarnaast zien we een laptop. Ja. En de presentatie die wordt gegeven, die gaat ook via een kabeltje dit apparaat in. Dan wordt het automatisch met elkaar wordt het samengevoegd en wordt het naar de server gestuurd. En het resultaat is een linkje. Blackboard of in SharePoint. Ja, want dat gaan mijn collega's doen. Die gaan het opnemen in Blackboard. Daar hebben ze een cursus ingericht. En wat zij bedacht hadden was dat het opnemen van een weblecture, dat dat goed zou zijn, zodat studenten achteraf nog eens een keer konden nalezen, zeg maar. Hè. Precies, nog een keer een stuk theorie achteraf konden bekijken. Ja. Maar ook al, zeg maar, ter voorbereiding op een soort van hergebruik van de stof, hè? Dat is heel leuk. We kunnen ook monitoren hoe het dus wordt gekeken. Op het moment dat het op de server staat en studenten die gaan kijken naar de weblecture, kunnen wij dat monitoren. En wat heel opvallend is, dat is ook niet zo vreemd, is dat bijvoorbeeld vlak voor het tentamen, er worden veel weblectures gewoon van hoorcolleges gemaakt, dat vlak voor een tentamen studenten gewoon met z'n allen en masse nog een keer die weblecture doen. Ja, ja. En we hopen natuurlijk dat daardoor de resultaten beter worden. De leerresultaten verbeteren. Ja. Hey, maar we zitten hier in een heel klein kamertje in Amstelveen. En als je denkt aan een weblecture, denk je eigenlijk aan een college. Hè, grote zaal. Maar dat is in dit is niet het geval. Dus er zijn meerdere vormen van weblectures. Meerdere vormen. Ja. En dat is, op dit moment zijn wij dat aan het onderzoeken. En dat is heel leuk. Want je komt bij heel veel verschillende docenten binnen. Je krijgt een kijkje in de keuken. En wat mij al verschillende keren is, wat ik al verschillende keren heb meegemaakt, toevallig vorige week weer, dan kom ik bij twee totaal verschillende docenten, zelfs twee totaal verschillende opleidingen, die wel op de een of andere manier een crosslink met elkaar hebben. Dus dan heb ik zoiets van, hey, dat is interessant. Die studenten van de ene opleiding zouden eigenlijk een kijkje bij die andere opleiding. En dat is dus nu mogelijk, ja, die webplekjes kunnen nemen. Ja. Heel leuk. Ja, helemaal goed. Ja. En dit worden dus eigenlijk, want dat is de vorm waar mijn collega's voor hebben gekozen, eigenlijk een serie hele korte webplekjes. Ja. Niet een hele lange van een uur of kort, maar... Nou, ik kan je een voorbeeld laten zien als ik naar de site ga. Want dit ding is ook gewoon, nou dat doet hij dus eigenlijk niet. Hij wil niet inloggen. Knippen we eruit. Ja. Maar dan op de site van InStream, daar zie je meerdere... Daar zie je verschillende vormen van weblectures. Hele traditionele hoorcolleges. Bijvoorbeeld een zaal met 60 of 70 studenten die gewoon recht toe recht aan hoorcollege krijgen. En een hoop... stof tot zich krijgen op die manier. Nou, die zijn blij dat ze dat kunnen nakijken via de weblectures. Maar je ziet ook voorbeelden van docenten die een zestal mini weblectures hebben gemaakt. En aan de studenten vragen, nou, voordat je bij mij in de les komt, wil ik graag dat je de weblecture van deze week hebt bekeken. Dan hoef ik dat niet meer te vertellen. En dan kunnen we in de les kunnen we gewoon gaan praten en kan ik vragen beantwoorden en kan ik wat dieper.
stof ingaan. Ja. Dus dat is natuurlijk. Ja, dat is een interessante, variant. Werken. Maar op het moment dat je een docent gaat opnemen, is het wel belangrijk dat hij gewoon even weet wat er gaat gebeuren. Dat hij zich op zijn gemak voelt. Dat hij gewoon zijn ding doet zoals hij dat normaal ook doet. Of in het geval zoals dit, dat het gewoon wat beter voorbereid is. Dat de docent weet waar hij aan toe is. Dat hij niet in een bak...